Deze beschouwing. Die gaat verder in mijn reeks over de Mohammedanen. in het Nederlands. Voor Mohammedanen die Nederlands kunnen verstaan. en iedereen die Nederlands kan verstaan. ook voor. niet-Mohammedanen heb ik interessante dingen. te vertellen. Deze keer wil ik het hebben over het wezen van het christendom. Ik weet niet zoveel van de Koran en jij misschien wel, en dat is mooi. Ik weet wel wat van het christendom. En ik denk dat het van belang is voor iedereen om te weten waar het christendom omgaat. Beslot voor rekening dat wat wij de universele kerk noemen, dat haat ons geloofssysteem. Ze, ze vinden het verschrikkelijk, en ze vinden het verschrikkelijk omdat ons geloofssysteem, het Christendom, dat accepteert geen autoriteit. Dus je kan in een gemeenschap uh, mensen hebben die ergens het meeste verstand van hebben. En ja, daar moet je dan goed naar luisteren. Je kan zeggen: die zijn de autoriteit. Omdat ze er het meest verstand van hebben. En dan houdt het op. En wat wij ook vinden is dat de staat. Die moet zorgen voor gerechtigheid, justice. En voor de rest niets eigenlijk. Helemaal niks. Ja, de staat heeft in principe het monopolie op geweld. Dus zij is de enige die geweld mag plegen. En dat is best en dat is slechts in het kader van justitie. Van recht, rechtvaardigheid. Als er iemand gestolen heeft, dan moet er iemand achter de dief aan en die mag zwaaien met een pistool. Mag ik aannemen. Want die zorgt voor gerechtigheid. En dat is de rol van de staat. En meer eigenlijk niet. Kijk, je hebt een stadsbestuur, dat lijkt me logisch, maar dat kan iedere stad prima zelf regelen. Dat hoeft de staat niet te regelen. Waarom? Als je het hebt over rechtbanken, dat, dat je dan. Als staat dan ben je verantwoordelijk voor die rechtbanken en dat je die rechtbanken gaat standaardiseren. Ja, dat lijkt me prima. Maar een stadsbestuur hoef jij niet te standaardiseren. Waarom? De ene stad vergt een ander bestuur dan de andere stad, lijkt mij. Maar dat doen ze hier wel. Dus de, wat de christenen graag zien, dat is een scheiding van. Um, ja dat wat de staat moet doen en dat wat de staat echt helemaal niet mag doen willen doen, dat moet je niet willen dat de staat dat gaat doen. en vandaar een scheiding tussen kerk en staat. want anders dan krijg je dat de staat gaat zeggen van ja en dan moeten we heel lief gaan doen voor mensen met weinig kansen. Natuurlijk moeten wij heel lief doen voor mensen met weinig kansen, maar dat kunnen we zelf wel verzinnen. Want er zijn ook mensen en die hebben weinig kansen en dat komt omdat ze elke kans die ze krijgen, die zitten ze alleen maar te frustreren omdat ze stikstofreinig zijn. En die mensen moet je helemaal niet willen helpen. Dus moet het bieden van gelijke kansen. Dat is natuurlijk uitstekend voor zover het gaat om iemand die die kans ook echt waard is. Van, geef hem een kans, hij of zij is het waard. En wie bepaalt dat? Ja, dat moet de gemeenschap zijn. Dat moet bepaald worden vanuit de, de wortels die die mens heeft in de samenleving waar hij dan verblijft. Zo hoort dat te zijn. En niet dat het zo is dat als jij... Maar volgens bij de staten opgestelde regels voldoen je aan uh, een dingetje drie C en blablabla. En vervolgens heb je dan recht op die en die hulp. Daar, dat zien wij christenen liever niet. Want dat is de taak van de gemeenschap. En dat maakt mensen. Uh, afhankelijk van de gemeenschap? En hebben die mensen dus ook een, uh, een reden om zich een beetje te gedragen? Want ze zijn afhankelijk van de gemeenschap. En nu zijn mensen afhankelijk van de staat. En kunnen zij zich dus in de gemeenschap uh, rustig uh, totaal asociaal gedragen als ze uh, volgens de staat maar heel lief en leuk bezig zijn? En de staat kijkt alleen maar naar cijfertjes en regeltjes en dingetjes formuliertjes. En dat is de situatie hier in Nederland die wij hebben met de verzorgingsstaat waarbij de gemeenschap zelf uh, niets meer in de melk te brokkelen heeft. Want wat heeft de staat dan gedaan met de gezondheidszorg of wat even zorgen, is helemaal aan regels gebonden. Dus je komt om van de regels. Dus het is zo dadelijk niet eens meer mogelijk om uh, ergens vanuit het volk voor uh, het volk te gaan zorgen omdat je aan zoveel regels moet voldoen. Dat je denkt, ja, dan laat dan de staat dat maar doen. Straks krijg je nog op mijn kop ook. Omdat ik een regel overtreden heb. En dit hoort bij het plan dat Babylon aan het uitrollen is over Nederland. Ja. Verder niet erg. Ja. Het is de waarheid. En dat levert voor ons een situatie op waarin wij teruggeworpen zullen worden. Op dat wat wij werkelijk zijn. En Nederland was na de Tweede Wereldoorlog een heel vredig, blij landje. We waren allemaal al lang blij dat we van die Duitse bezetting af waren en iedereen had weer kansen en die grepen we aan met beide handen, en we hebben heel veel productiviteit geleverd. In het begin van de jaren 50 hebben wij die deltawerken opgestart. Een enorme klus om die dijken te verhogen bij Zeeland... ...naar aanleiding van die watersnoodramp. Nou, dat, daar kregen wij ook een heel goed gevoel van, dat we dat konden. We waren trots op onszelf. Wij hebben voor het, uh, het oplossen van die problemen rond die watersnood... Haven wij wel wat hulp gehad? En het meeste hebben wij zelf opgelost. En daar waren wij hartstikke trots op, en terecht. Dat is precies hoe je moet zijn: niet afhankelijk van een ander. Maar in de jaren zestig kwam daar. Uh, ja, hier in het Westen dat heb je natuurlijk in de Arabische gebieden minder gehad. En dat kwam hier in de jaren zestig omhoog. En dat was de ja, pornografie, uh, verheerlijking van drugsgebruik, ja. uh, vrije seks, vrije liefde, dus zedeloosheid, ontrouw. Het werd allemaal normaal. En dat begon eind jaren 60, begin jaren 60, begon dat vorm te krijgen. En dat is doorgezet. En in de jaren 70 kreeg je een aanmerkelijke dolomina-beweging. Een hele rare vrouwen. En die gingen bustehouders verbranden. Op straat, in een groepje. En dan moest er een fotograaf bij komen. En die maakte er dan een foto van dat ze bustehouders gingen verbranden. En dat stond dan in de krant. En wij vonden dat dan. Een... Wat vonden wij daarvan? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat een hele hoop mensen in Nederland het maar raar vonden. Maar ja, dat was het dan. En dat feminisme dat is doorgezet. Ik heb meegemaakt dat er, toen ik studeerde, dat er vergaderingen werden belegd en dan mochten alleen maar vrouwen naar binnen. Want mannen erbij, dat was niet gewenst. Want mannen waren varkens. Ze werden wel genoemd, hè. We werden vergeleken met varkens. Dat is feminisme. Joch? Nou, dat heeft goed om zich heen gegrepen. Er kwam een scheidingsgolf bij. Heel veel mensen die getrouwd waren, kinderen, zelfs als ze kinderen hadden, gingen ze scheiden. En dat soort dingen, zoals die scheidingsgolf, dat werd ondersteund vanuit de muziekindustrie. Je had toen een beroemde Amerikaanse, Engelse zanger. En die zong een lied en dat heette Please Release Me, Let Me Go. En die man die vraagt dus aan zijn vrouw om hem los te laten, want de liefde is voorbij. Of voor haar dan nou de liefde voorbij was of voor hem. In elk geval uh, wordt er uh, leuk uh, meegezongen. met een lied waarin ontrouw als normaal wordt afgedaan. Ik zoek even voor de volledigheid de songteksten bij. Please. Release me. non song. Dat zal wel genoeg zijn. Jim Reeves, zette hij. Oh, wacht even. En hij wordt, hij is beroemd geworden met Engel, Engelbert Humperdinck. Ja, hij zingt. Uh, please release me, let me go, for I don't love you anymore. To live a lie would be a sin. Release me and let me love again. I have found a new love, dear, and I will always want her near. Her lips are warm where yours are cold. Release me, darling. Let me go. Es ontrouw. Es, uh, laat me alsjeblieft gaan, want ik hou niet meer van je. Bij je blijven, dat zou een zonde zijn. Uh, laat mij gaan en laat mij opnieuw lief hebben. En dan het tweede couplet: Ik heb een nieuwe liefde gevonden, schat. En ik wil altijd bij haar zijn. Haar lippen zijn warm en de jouwe zijn koud. Laat me gaan, darling. Maak me vrij. Dit heeft een diepe indruk gemaakt op de Nederlandse samenleving. En dat merk je dan niet zozeer. Iedereen denkt dat het gaat om een leuk liedje van Engelbert Humperdinck. En iedereen kent dat toch. En iedereen zingt het mee. Maar onderwijl zit hier een boodschap in. En die is niet leuk. Want zo hoort het niet te gaan. Het is niet zo dat je een relatie aangaat, net zolang totdat je een ander leuker vindt, en dan heb je weer een relatie. Als dat normaal wordt, dan blijft er van je samenleving helemaal niks meer over. Daar krijg je scheidingen van. Want getrouwde vrouwen gingen dit dus ook uh, lopen zingen. Snap je? En die wilden weg bij hun man omdat ze niet meer van hem hielden. ze hadden een nieuwe man gevonden. En die was wel aardig. En attent. En zo is er veel leed in Nederland gekomen. Dat je weet hoe het gegaan is, hè? door de geschiedenis van Nederland zat. En in de jaren 50, toen hadden we de opbouw. Dat is echt heel mooi. En eind jaren 70, toen merkte ik dat toen ik ging studeren, dat na mij het universitair onderwijs werd afgebroken. Dat vond ik opmerkelijk. En nu is er van die universiteit waar ik gestudeerd heb, de Landbouwhogeschool, is er van die. Moraal en hardgrondigheid en pure feitelijke en wiskundig onderbouwde kennis. van dat bastion is niks meer af. De mensen die daar gaan studeren. Die krijgen niet meer uh, de rauwe feiten gepres gepresenteerd. maar een wollig geklets over dingen. En ze moeten allemaal zelf hun mening. Verwoorden. En het gaat niet om een mening, het gaat om de waarheid bij de universiteit. En een mening interesseert niemand iets. Tenminste, ik niet. Ik interesseer me daar niet voor. Niet als het gaat om de waarheid. Dus dat is gebeurd. Dat is ons onderwijs aan de Rajputin, die uh, huwelijken die op de klippen liepen. Nou, de kinderen die daaruit voortkomen, die losgeslagen zijn, nou, ik heb dat dus ook gehad. En had ik de Bijbel niet gelezen, dan, ja, ik weet niet wat ik dan was gaan doen, maar uh, veel goeds had, dat niet, had ik niet kunnen verzinnen. Ik was toen heel boos en in boosheid maakt een mens geen goede beslissingen in de regel. En deze uitzending die zal gaan over de rol van Christus, want je bent in een christelijk land beland en wie of wat is nu Christus? Nou, het begint met het Oude Testament en daar staat als eerste woord Bereshit en Bereshit dat betekent... Op zijn Hebreeuws, in den beginnen. Of als eerste. En in het Hebreeuws is het ook een serie begrippen. Omdat iedere letter in het Hebreeuws een begrip is. En Bereshit begint met een bet resh. En dat staat voor bar. Het is bar. In het Hebreeuws. Dat zijn ook twee symbolen. Dat is. Namelijk het huis. En het hoofd. En de, het hoofd van het huis, dat is de Zoon. Zo heet dat. En dan krijg je een, een alef, dat staat voor de os. Dat is de, de krachtige. Dat is. Uh, dat is dan God. Op zijn Arabisch Allah. Dus dan krijg je Beresh, dat is dan de zoon van, A, van, van God, van de Alef. En dan krijg je erachter als tweede term, Beresh Sheet. Dat begint met een shin, dat staat voor destructie. De jot het kleinste lettertje uit het Hebreeuwse alef dat staat voor de hand. De handreiking, de, nou alles met de hand. De Shin is dus de vernietiging. De hand is uh, dat wat, wat, wat opbouwt. Wat, wat, als iemand een hand naar je uitsteekt, is dat ook een welkom. Hè? En de Tav, dat is de laatste letter. Dat staat voor een verbond. En een verbond het symbool wat daarbij hoort, is het kruis. En nu, als je naar de letter Tav kijkt, dan zie je niet een kruis. Maar in het proto hebreeuws heb ik mij laten vertellen wel, het is een kruis. Dus bereshit daar staat zoon, God, destructie, hand, kruis. Dus de zoon van God die wordt vernietigd, terwijl hij ons de hand reikt aan het kruis. Dat is het eerste woord. Van het Oude Testament. En daarin wordt dus al gesproken over het offeren van de zoon van God. Want daar gaat het om. In de destructie aan het kruis. Ja, van Bereshit. Van Shin, Jod, Dav. Destructie, hand, kruis. Handreiking kan je ook denken. En dat betekent in het begin. Nou, zo zet de Bijbel al lekker, uh, gelijk bij het eerste woord, uh, heb je hem al zitten. Er staat dus iets te gebeuren in de Bijbel. En verderop in de Bijbel is er een profeet die door de Joodse mensen niet als een van de grotere wordt ervaard. Maar daar was het een beetje wauw, wauw, ja, die hebben we ook. En uh, nou is het zo belangrijk wat hij heeft gezegd. En nou, ik weet het niet hoe. En dat is de profeet Daniel. Dat is die man van de leeuwenkuil. Als je dat verhaal kent. En Daniel, die heeft een profetie. Waarin hij vertelt dat het nog maar zoveel jaar duurt. En dan komt de zoon van God. Dan gebeurt er dus de Bereshit. Dus de birsheet, de, de zoon God, destructie, hand, kruis. De birsheet komt eraan. En er komt een nieuw begin. Dus een birsheet betekent begin. Ik vind dit soort dingen heel mooi. Om dus te weten dat dat boek, de Bijbel, met al zijn facetten, dat daar hele bijzondere. Linkjes in zitten. Dat de Bereshit het eerste woord is. en dat het jaartal. van Christus Jezus aangekondigd wordt door Daniel. In geheimtaal. En heel begrijpelijk. Nou, en dan komt Christus Jezus. En Jezus heet dan de Zoon van God. Die geofferd gaat worden. Nou, het beeld wat je hierbij vast moet houden is dat het offeren van je eerstgeboren zoon, dat is het allergrootste offer dat een man kan brengen. Lijkt mij, of niet? Het is je eerstgeboren zoon. Die ga jij niet offeren. Tenzij. Maar groter offer, een groter offer dan dat kan niet. En laat dat nou juist zijn wat Abraham dacht dat hij moest doen. Abraham uit het Oude Testament. Ibrahim voor het, de Arabische uitspraak. En Ibrahim dacht dat. En dat was niet zo. Maar ook dat was weer een aankondiging van God dat hij zei: Kijk, daar gaat het om. Mijn zoon gaat geofferd worden aan het kruis. Dat is het verhaal van het christendom. Dat is een spannend verhaal. En dan komt uiteindelijk Jezus ten tonele en die zegt dat Hij diegene is. En Hij zegt dat Hij geofferd gaat worden. Dat hij zal sterven. Met een doel. Want dat is met een offer. Een offer is dat er iets sterft. En dat heeft een doel. En dat doel is hoger dan het offer. Dat snap je toch wat ik nu zeg? Ja? Nou, zo moet je het begrijpen. En God brengt dat offer. Om ons te vergeven. Die moet je snappen. Dus waarom doet God dat? Nou, dat doet hij zodat hij kan zeggen: uh, ik vergeef ze. En wij die dat snappen. Onze zonden zijn vergeven met het offer wat God heeft gebracht. Door zijn zoon te offeren voor onze zonden. En het woord zonde is de verzamelnaam voor alles wat niet deugt. En alles wat niet deugt, dat deugt niet. En dat had nooit geaccepteerd mogen worden. En uit die wrok kan je zeggen uh, dat, dat God heeft afstand genomen van die wrok. Maar God heeft de zonvloed over de aarde uitgestort. En dat was omdat hij het helemaal gehad had met de mensen. En daarna heeft hij twee steden vernietigd. Sodom en Gomorra, omdat hij het helemaal had gehad met de mensen. Met vuur en zwavel. Nou, en toen heeft hij zijn zoon gestuurd om dan te zeggen van nou, ik offer mijn zoon, ik breng het grootste offer voor jullie. En dan zeuren we niet meer over alles wat je fout hebt gedaan. Maar dan moet je wel snappen dat ik mijn zoon heb geofferd. Als je dat niet snapt, als jij denkt dat er zomaar iemand aan het kruis hing... en het was niet de Zoon van God... ja, dan heb ik mijn offer niet gebracht in jouw ogen. Dus dan helpt het offer ook niet voor jou. Want je bent je niet bewust van het feit dat ik een offer heb gebracht. Je moet dus snappen dat God Jezus heeft geofferd. Dat is het christelijk geloof. En Christus wist dus voorspeld... ...in het Oude Testament... ...en hij was de vervulling daarvan. Dat is de basis. Nou, de katholieke kerk... ...de universele kerk... ...die heeft er een hele... ...dingense tierlantijnen... ...omheen geborduurd. We hebben die afgodsbeelden... ...die ze nog hadden staan in Rome... ...die hebben ze allemaal een nieuwe naam gegeven... Dus het beeld van de god Huppeltje Pup. dat was plotseling een beeld van uh, Sint Petrus. De heilige Sint Petrus. Maar dat is helemaal de heilige Sint Petrus niet. Want dat was vroeger het beeld en dat heette toen uh, bla bla bla. Maar ze vonden het zonde om die beelden weg te gooien. En ze dachten, nou, ze we allemaal van naam veranderen. dan doen we net alsof het heilige zijn. En dan is het toch ook een beetje christelijk. De katholieke kerken, de universele kerken zijn hele rare mensen. Want het tweede gebod van Mozes zegt: kniel niet voor een beeld. Nou, waarom zou je dan een beeld maken van de heilige Petrus of Paulus? Dat doet alleen een heiden. Nou, zo zit het in elkaar. Dus met dat wij die, dat geschenk kregen van de Zoon van God. en dat onze zonden ons vergeven zijn. en we hoeven ons daar geen zorgen meer over te maken. en het eeuwige leven komt ons toe. en. Uh, ja, daarbovenop heeft de Romeinse kerk een nieuw speeltje gekregen. en is vervolgens iets verschrikkelijks begonnen. Wat wij noemen de universele kerk. En die protestbeweging die er was in het begin van de 16e eeuw, kwam die vooral op gang. En in de 17e eeuw ging die nog even door. En toen is die protestbeweging. Uh, verzand. Het was niet meer de afkeer van de universele kerk die het in het begin had. En het is misschien ook zichzelf te buiten gegaan aan ja om het wat te noemen, de sabbat is niet terugverplaatst naar de zaterdag. Dat is wel een van de meest merkwaardige dingen van het protestantisme. Want de Romeinse kerk had de rustdag verplaatst naar de zondag, omdat de Romeinse kerk dat is Babylon en die doet aan zonneverering, snap je? Dus vandaar. Op zondag naar de kerk. Terwijl dat niet hoort, want zondag is geen rustdag. Dat is de Sabbat, de zaterdag. En de zaterdag, die Sabbat, die begint op vrijdag bij zonsondergang. Dus het protestantisme had eigenlijk die Sabbat in ere moeten herstellen. Maar ja, dat is niet het grootste probleem. Er staat ook ergens in de Bijbel uh, van de Sabbat, gedenken. En ga er geen ruzie over maken over welke dag het nou precies is. Maar denk erom: elke zevende dag rusten de heren, heren. Dus hou dat in de gaten en maak er geen ruzie over onder elkaar. Dus... Dat staat in het Nieuwe Testament. En het protestantisme dat heeft in grote getalen in de jaren 60 meegetekend met een overeenkomst met de universele kerk onder de naam uh, Tweede Concilie van het Vaticaan. Het Tweede Vaticaans Concilie. Ja, nu zitten ze er weer bij. Wat dan inhoudt dat ze niet langer. Uh, zullen vertellen in de kerken dat het een Jezuïet was die de Patriot-wet heeft geschreven. en uh, die mooi over het Amerikaanse volk uitgerold kon worden. vlak na de aanslagen van 11 september. Van hé, hey, toevallig zeg, net zo'n mooie wet klaar. En ook heel treffend dat de organisatie binnen de katholieke kerk. met de meeste macht die heeft zichzelf genoemd de Jezuïten. Na Jezus natuurlijk. De paus die noemt zichzelf... Uh, Vicarius Filii Dei. De plaatsvervanger van de Zoon van God. Ja, daar hebben we mee te doen. En Christus is voor onze zonde gestorven aan het kruisen. Dat, is, dat moest gebeuren... En dat was in elk geval vervuld. Hé, poepo, nou nou. En voor de rest, nou, de onzedigheid en de zondigheid, die gaat gewoon maar door. En die vroege christelijke uh, gemeenschappen, kerken, die zijn, waren toen al, werden ze uitgeroeid, by the way. Ja, het is al heel lang voorbij. En we hebben dus even die opleiding gehad, opleving gehad. En toen zijn die katholieken weer teruggekomen. En nu is het voorbij. En nu zijn wij ondergedompeld in de leugen van bijvoorbeeld de aanslagen van 11 september. Wat een regelrechte leugen is. Waarbij Mohammedanen de schuld krijgen. ha. ha, 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 ha. En dan krijg je in het einde, op het einde van de Bijbel het laatste boek, dat heet Openbaring. En daarin wordt gesproken over het einde der tijden, wat het begin zal zijn van een nieuwe tijd. Dus aan de, kant, aan de ene kant is het dus een boek van het einde, het einde. Aan de andere kant zegt het, van ja, dat einde is het begin van iets nieuws. Dat je het even weet. Dus het loopt niet helemaal slecht af. Dat is dan weer fijn aan de Bijbel. En wat in dat boek Openbaring staat, is dat de kerk. Er komt een kerk, één kerk, en die wordt de baas van alle koninkrijken. Nou, dat is precies wat we nu hebben. Er is één kerk, en die is de baas van alle koninkrijken. En dat is de katholieke kerk. Er is nu een nieuwe presidentskandidaat die waarschijnlijk wel mee mag doen met de uiteindelijke verkiezingen. Bernie Sanders heet hij. Die. die heeft al contact met Rome. Daar wordt al over geschreven in de kranten dat het tussen Bernie Sanders en Rome heel goed zit. Dat is ook wel nodig, want als het niet botert tussen jou en Rome, dan word jij geen president van Amerika. Klaar. John F. Kennedy, die was van huis uit katholiek en ze dachten dat ze hem daarmee wel aan hun kant hadden staan. Maar toen ging John F. Kennedy een aantal eigenwijze dingen, dingen doen in het belang van het Amerikaanse volk. Niet om er zelf beter van te worden, maar het was in het belang van het Amerikaanse volk dat een aantal dingen zouden gaan plaatsvinden. En hij veranderde een aantal zaken, waaronder een eigen geldsysteem voor Amerika zelf. De dag voordat de Amerikaanse dollar in ere hersteld zou worden. Plaatselijk dan. Ze zouden ergens gaan beginnen met de eerste weer echte Amerikaanse dollars uitgegeven door de Amerikaanse regering. De dag voordat die biljetten op de markt zouden komen, werd hij John F. Kennedy doodgeschoten op klaarlichte dag. Ten overstaan van iedereen. Van kijk. Zo machtig is de universele kerk. Die trekt zich nergens wat van aan. Die kan je namelijk niet betrappen. Die kan het gewoon op klaarlichte dag doen en geen hond die het in de gaten heeft. Nou, en sinds die tijd hebben ze in Amerika geen doodgeschoten presidenten meer gehad. Dus kan je ervan uitgaan dat alle presidenten in Amerika keurig doen wat de paus zegt. En ga er maar vanuit dat Bernie Sanders als die president wordt, gaat hij weer niks doen wat de paus zegt, natuurlijk. Net als dat Donald Trump dat doet. Ja, Donald Trump bijvoorbeeld, die doet dan wat aan die massale, hoofdzakelijk illegale emigratie in Amerika van katholieke mensen, overwegend, en die stromen dus helemaal weer bosjes naar binnen. Nou, hij kan daar zo een einde aan maken. Hij kan zeggen: van iedereen die zonder papieren wordt betrapt op straat. die wordt begeleid naar huis en dan mag hij alsnog zijn paspoort laten zien. En als dat niet kan, dan ga je naar de gevangenis. Dan is dat snel afgelopen. Maar dat is het handhaven van de wet op een manier die heel functioneel en productief is. En dat wil de paus niet. Dus moet uh, Donald Trump wat gaan doen wat helemaal niet kan. En dat is bijvoorbeeld het bouwen van een muur. Nou, het bouwen van een muur, dat heeft geholpen in de tijd van China. Dat ze die Chinese muur hadden. En Trump denkt eventjes dat opnieuw te gaan doen. Maar daarvoor is het probleem niet groot genoeg. En de oplossing is zo makkelijk, namelijk het niet langer accepteren dat je illegaal in Amerika verblijft. En word je erop betrapt en ga je naar de gevangenis. Maar waarom zou je iemand in de samenleving rond laten lopen zonder geldige papieren? Ja, zeg nou zelf. Er is helemaal geen reden toe, dat levert je niks op. En toch mag dat niet veranderd worden door Donald Trump. Snap je? Dus hij doet alsof hij wat doet aan die instroom van die illegale immigranten. En wat hij doet, dat slaat helemaal nergens op. Dus dat lukt helemaal niet. Dus er blijven er maar heel veel komen. Ja. Net zolang dat Amerika helemaal aan de bedelstaf zit. En hier in Europa gebeurt hetzelfde met mensen van buiten. In grote getale. En die blijven maar komen. En die worden allemaal opgevangen. En straks is het geld op. En ze gaan hier de boerensector uh, uitkleden. De visserij gaan ze uitkleden. En op allerlei producten zullen de belastingen omhoog gaan. Ze gaan binnenkort komen met vleesbelasting. Wordt al het vlees wat extra belast. Zo gaan ze dan wel even door. We krijgen er heel veel mensen bij die op de vlucht zijn voor narigheid, en hier uh, daalt het bestedings, de bestedingsruimte van mensen. Mensen hebben dan steeds minder in de portemonnee. En de prijzen in de supermarkten die blijven maar stijgen. Dat is wat we krijgen. En daar is denk ik geen bied aan te doen. Tenminste, ik zou niet weten wat. Het enige wat ik zie, is dat het in ons persoonlijke leven voldoende te doen, voldoende dingen te doen zijn om je op te concentreren. Er is een heel groot probleem gaande en daar kan je voorlopig echt helemaal niks aan doen. En er zijn dingen in jouw privéleven en die zijn voor jou te overzien en die kan je wel aanpakken. Ik zeg niet wat je moet gaan doen hoor, maar kijk naar je moraal en naar je, ja, jouw invulling daarvan. Wat is moraal? Wat moet jij dan doen volgens jezelf als je heel eerlijk bent? En ben je wel heel eerlijk, bijvoorbeeld? Of is dat al het punt waarop je moet zeggen: van ja, eigenlijk ben ik nooit helemaal eerlijk. Want ik lieg wel eens over, maar nou, daar moet je me stappen, daar moet je me kappen. Dat zijn dingen die je zelf kan doen. En op het grotere niveau. Yeah. Kijk, het boek Openbaring. Met dat die universele kerk er komt en dat die de baas wordt van alle koningen. Dat is de situatie die we nu bereikt hebben. En er zijn her en der nog wat gebieden. En dan staat het een beetje ter discussie wat er nou aan de hand is. En wie is daar nou de baas, ja of nee. Maar zoveel gebieden zijn dat niet meer. En dan zodanig is alles uh, Pais en Vree. Dit zegt het boek Openbaring, namelijk dat er een tijd komt van Pais en Vree. Dus er komt een tijd aan en dan is er een wereldwijde vrede. Helemaal geen oorlog meer. En ik denk dat die tijd er nu aankomt. Als wij straks als grote probleem hebben uh, een, een griepvirus, zoals corona, en uh, klimaattoestanden. Uh, en dat we, een, uh, we moeten op de stikstof letten, en de koolstofdioxide, en het afval moet gescheiden, en, en de prijzen gaan maar omhoog. Ja. En dan hebben wij zoveel aan ons hoofd, dan hebben wij helemaal geen energie meer om oorlog te voeren. Zo gaat dat, denk ik, gaan, zijn. En dan, zo zegt het boek Openbaring. Dan komt er een tijd van oorlog. Dus je hebt als het ware heel lang de oorlog op een kunstmatige manier onderdrukt. Oh ja, en in die onderdrukking, hè, waarin is de wereldwijde waar vrede is. Dan zal je ook zien dat niemand meer moeilijk doet over homoseksualiteit. En uh, in vrouwenkleren over straat lopen als man zijnde. En al die dingen. Losse zeden. Prostitutie. Het zal allemaal heel normaal worden. En dan geen oorlog. Want ja, niemand heeft er meer behoefte aan. Iedereen doet mal, uh, seks, toestand uh, op straat en bij de buren. En... en dan komt er na die tijd van die vrede, komt er een periode van oorlog. En die oorlog die breekt overal uit, van iedereen tegen iedereen... Dat wordt een totaal ongestructureerde oorlog. Die heet het Armageddon. Dat is de Wereldoorlog. En de Wereldoorlog hebben wij tot nu toe niet gehad. We zeggen wel dat de Eerste Wereldoorlog er één was. Maar punt één. De Eerste Wereldoorlog was geen Armageddon. Want was het een Armageddon geweest, dan was inmiddels Christus teruggekeerd. Want die komt na de Armageddon. Dus de zoon van God die komt voor de tweede keer. Dat is wat het Boek Openbaring dicteert. Nou, er kwam de Tweede Wereldoorlog en dat was ook geen Armageddon. Die beide oorlogen kan je Wereldoorlogen noemen, maar dat waren lokale conflicten. Dat is niet wat bedoeld wordt in het Boek Openbaring. Daar wordt bedoeld dat iedereen overal uh, gaat uh, tegen elkaar de wapens opnemen. Totaal ongecoördineerd. En dat wordt gevolgd door een periode van honger. En die wordt opgevolgd door een periode van ziektes. En dan komt Christus terug. Nou, leuk is dat. Ja, dat is een uh, leuk vooruitzicht. Ja. Dan krijgen we een nieuwe, en een, nieuwe en een, een nieuwe wereld en een nieuwe aarde. Een nieuwe wereld en een nieuwe hemel. Of een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zo staat het in het boek. En dan zullen we een, zullen we een stap verder zijn. Dat kan niet anders. En dan mag je hopen dat dat hele gedoe met die universele kerk... dat dat voor altijd voorbij zal zijn en voorbij zal blijven. Dat we er vanaf zullen zijn. En de zondigheid des mens is... ja... heel creatief. We zullen wel weer wat nieuws gaan verzinnen... wat we dan weer fout gaan doen. Ik denk niet dat de mensheid... Dat is dan mijn mening hoor. Maar dat hij ooit helemaal voor 100% tot het inzicht komt. En dan is het Halleluja. Dat is ook bijna Arabisch, hè? Halleluja. Halleluja. Ja. En dat dan alles uh, vredig blijft. Dat, dat, ik denk het niet. Maar voor die toekomstvoorspellingen. Kijk, voordat die periode eraan komt van die wereldvrede. Ik weet niet hoe lang dat nog gaat duren. Het kan ook wel honderd jaar duren. En dan moet het een hele tijd vrede zijn en allemaal onzedigheid. En maar helemaal geen oorlogen meer. En dan Armageddon. Nou, ja, dat wordt een spannende tijd. Dat is het enige wat ik weet. En dan komt die honger, en dat is logisch. En dan komen de ziekten, en dat is ook logisch. En degenen die dan nog overeind staan, die zullen gescheiden worden van de geiten en de bokken. Of de, de geiten zullen gescheiden worden van de bokken, zo is het. De goede van de kwade. Dat is de dag des oordeels. En wanneer? Ja, daar kan ik helemaal niks over zeggen. Dat is ook maar goed ook. Dat is ook de bedoeling, het staat ook in de Bijbel hoor, dat je er niet over moet gaan lopen fantaseren wanneer dat is. En dat doen mensen dan toch. Dat is weer des mensen. Dat ze dat, ondanks het feit dat het in de Bijbel staat dat je dat niet kan voorspellen, dat ze toch zeggen: ja, maar als ik uh, dit bij dat optel en een zus bij zo, nou, dan kom ik toch op een jaartal. Dat hebben ze al heel vaak gedaan. En elke keer was er niks aan de hand, op die dag. Natuurlijk, want je kan het niet voorspellen. Ja, dit was dan over Christus. Met wie is hij, hoe is hij aangekondigd, en dat hij gestorven is voor jouw zonde. En dat dat bijzondere erin, er dus in zit, dat God, de Vader, die heeft zijn eerstgeboren zoon geofferd... Om ons gunstig te stemmen. Zo moet je het eigenlijk zeggen. Maar is het zo goed genoeg? Want meer heb ik niet te offeren. Je kan van God niet een nog groter offer verwachten dan het offer wat hij heeft gedaan. Denk daar maar zelf over na dat je begrijpt wat een christen denkt. Want wat ik nu zeg, dat was, het is nu niet zoveel meer van over, maar het was algemeen dogma hier in Nederland. Het was na de Tweede Wereldoorlog nog zo. Het is in de jaren zestig met die vrije liefde, vrije seks, alcohol en drugs, en rock en roll. En in de jaren zeventig met de, de feministenbeweging. oh ja, toen kregen we ook die oliecrisis. Dat ook weer Arabieren zwart maken. Want die Arabieren toch, en hebben wij geen olie. En dat was dan ook heel erg. Ja, en zo is Nederland langzamerhand veranderd in tot wat het nu is. En die verschaling, die gaat doorzetten. Geen reden om aan te nemen dat het nu gaat herstellen. Tja. En voor een christen is het ja, we wisten het. En iedere tijd vraagt om het gedrag van de goede mens in die tijd. En in het Oude Testament. Daar staat het verhaal van een profeet die heet Hosea. En die leefde in een hele onzedige tijd. En die heeft toen een kind verwekt bij een prostituee. Met opzet. Nou, vergelijk jezelf daarmee. En voor het christendom geldt het hele Oude Testament ook. Wij hebben ook diep respect voor Hosea, die een prostituee heeft bekend, zoals het heet, seks heeft mee heeft gehad en een kind verwekt. Dat is een spannend verhaal hoor, het boek Hosea. En heel veel dingen van het boek Daniel ook. En ik hoop dat ik jullie Mohammedanen, jullie interesse heb gewekt. Om kennis te nemen van onze cultuur. Het is toch het land waar je op een of andere manier naartoe wilde. En je leer dat land dan ook kennen. Neem kennis van onze cultuur. En dan niet zozeer wat er nu nog van over is, want dat is bijna niks. Als je kijkt naar de Nederlandse tv, ja, dat is naar mijn mening niet om. Aan te zien. Ik word daar helemaal kriegel van als ik dat zie. Ik heb ook geen tv in huis. En besef wat de cultuur was voordat die kapot gemaakt werd. En dat is toch onze aard. Hè, onze aard van de Nederlander is. De optelsom van alles wat er goed ging. Niet van onze nederlaag naar de katholieke kerk. Dat ging fout. Maar dat is niet wat ons bepaalt. Ik hoop voor jullie een goede kennismaking met de geschiedenis, ook van Nederland. Op een manier waar je wat aan hebt in deze maatschappij. En het antwoord is gelegen in wederzijds begrip. En het erkennen van de wederzijdse vijand. Aan het herkennen van de partij die de Nederlanders wil uitspelen tegen de Mohammedanen en vice versa. Dat is het niet oké okay, dat wij ons laten uitspelen. En dat verhinderen begint met een diep grondige kennis van de geschiedenis. En heb je vragen, nou, dat, je kan reageren. Als jij een onderwerp behandeld wil hebben, dan hoef je dat alleen maar te melden in de reactie. Ik lees al mijn reacties. Dus, hè? Don't you worry, man. En dan zeg ik uh, tegen jullie, Mohamedanen, uh, en tegen al die Nederlanders die stiekem meegeluisterd hebben, en tegen al die mensen die ook uit het buitenland gekomen zijn naar hier, en die nog Nederlander, nog Mohamedaan zijn, gewoon weg tegen iedereen die hier naar geluisterd heeft. Zeg ik tjus <laughs> en dag liefers.